behandeld. Ze staan er klaar voor en we zien vooraan alweer het neusje van Mattie van Dagen voor het voorbij komen. En vandaag geen Geert Schoonbrood. Nee. Morgen wel. Vandaag zit hij er vandaag niet in. Zei hij, jij moest er even weg. Maar morgen is ook een van de favorieten Geert Schoonbrood erbij. Hij is er vandaag niet bij. Houdt weer de plek, hè? Antrim weer vrij, jawel. Nou, we zien weer een heel mooi veld voorbij komen. Ik geloof dat we er 13 hebben, ja. Mattie van Dagenvoort, Joyce Opkouwer, Kevin van der Worst, Maarten Hanegraaf, Stefan Wojcinski, Antonio Vrijen, Roy Leunen, Tony van der Aanen, Hessel Vrijen, Alessandro Nicoletti, Chantal Scheffer, Frank Loderis en Werner Schmitz. Die krijgen zometeen de groene vlag. Let's go. Dit is lekker weer. Ja, het gaat gebeuren hoor. En we zijn weg. Daar komt hij als eerste op de finish. Hij is snel, maar het zal wel de buitenkant niet zo makkelijk zijn. Maar ik denk dat het weer als eerste de doos op de strekken doe je. Jawel, ik heb nog een horst die tegen de blijf komen. Hey Tony, buiten en dringend om naar plek 2 te komen.
misschien ja, dat moet hij doen, maar ik denk niet dat dit nog goed kan komen in die derde hoek. En dan wordt de tweede plaats zo voor Kevin van der Horst. En de derde hoek Antonio Vrij. Vierde Stefan Wojcicki, vijfde Hessel Verheyen. De eerste vijf. En de snelste tijd stond er 16.3 voor Tony van der Rade, de winnaar. Ja, snelle auto. En dan gaan wij ons klaarmaken voor de eerste heat, National Hot Rods. Hier in Posterholt, lekker zon overgoten. En gezellig, frietje, snackie, alles erbij. Aan de andere kant heb ik kantine, koffie, zakje, toiletten voor en achter het circuit. En als je wil blijven overnacht, dan ook nog. Het wordt vanavond wel een beetje kiel, dus een extra slaapzaak. Ik heb rijden onderbroek is niet verkeerd. Dan gaan we even over naar de eerste heat, inderdaad, National Hot Rods. Tot zo.